De Economische Controledienst ECD hield in Ikeri een informatiesessie om samen te werken aan actieplannen voor bescherming van de samenleving. Ondernemers werden geïnformeerd over wet en regelgeving en ondersteuningsmogelijkheden zoals het KMO-fonds. Minister Reshma Kuldeep Singh wees op noodzaak van naleving van regels en beloofde transparante communicatie over controlewerkzaamheden. De coördinator van de ECD besprak de werkzaamheden van de dienst en het belang van samenwerking met stakeholders. Het ministerie van AWJ heeft het project Symposia Jeugdontwikkeling in Kommerwijnen gelanceerd. Dit project wil door dialoog met lokale instanties en organisaties inzicht krijgen in jeugdproblematiek en oplossingen formuleren. Minister McAndrew belicht de specifieke problemen in Kommerwijnen, zoals jeugdcriminaliteit en tienerzwangerschappen, en riep op tot een gecoördineerde aanpak. Jeugdraadsleden hebben met succes het project Duurzaam Dromen, Jeugd voor Klimaatinnovatie uitgevoerd in Kommerwijnen. Via voorleessessies uit het boek Een avontuurlijke reis met de groene ambassadeurs maakten zij basisschoolleerlingen bewust van de betekenis van klimaatverandering. Dankzij steun van lokale partners werden 25 exemplaren van het boek geschonken aan 8 basisscholen en werd aandacht besteed aan de SDG 13. Deze 13e Sustainable Development Goal is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. Het project Duurzaam Dromen, Jeugd voor Klimaatinnovatie werd geleid door Shifaro Marto Di Harjo, jeugdraadslid van Kommerwijnen, met steun van andere jeugdraadsleden en lokale organisaties.